Na ruim 20 jaar ervaring in uienoogsttechniek wordt er door Kulmak Machines nog elk jaar veel loofklappers en uienrooiers gebouwd. Voorop stond en staat kwaliteit bovenaan. Door de loop der jaren is het meest gangbare concept een loofklapper in de fronthef van de trekker en de rooier achter de trekker aangebouwd, zodat er in één werkgang geklapt en gerooid kan worden. Deze filmbeelden laten dat concept zien, hoewel ook getrokken loofklappers nog steeds elk jaar hun weg naar de eindgebruiker vinden. Als smalste rooicombinatie is de machine op een spoorbreedte van 1,50 meter zeer gangbaar. Deze Kulmak loof-frontklapper heeft in deze uitvoering een messenbak met 3 rotors, welke elk 2 messen hebben. De effectieve klapbreedte is circa 1,75 meter. De Kulmak loof-frontklapper heeft als uniek voordeel een vrij dragende messenbak, waardoor er absoluut geen loof wordt vastgereden voordat het geklapt wordt. De messen in schuine stand geplaatst hebben een ruime zuigende werking waardoor het loof goed opgetild en daarna afgesneden wordt. Door de vormgeving van de messenbak wordt het loof met de luchtstroom zijwaarts afgevoerd en tegen een bodemvolgend ruim bemeten scherm geblazen en zo afgelegd in de rijpaden. De frontloofklapper loopt op 2 wielen welke in hoogte verstelbaar zijn. Dit kan hydraulisch vanaf de trekker, maar meestal gebeurt dit, zoals we dat hier zien, via een automatische diepteregeling. Deze automatische diepteregeling heeft een constante voeding vanaf de trekkerhydrauliek, waardoor op afroep olie beschikbaar is. Achter de loofklapper tussen de rijen die reeds geklapt zijn, lopen voor links en rechts aparte tasters. Deze tasters geven hoogteafwijkingen door via het gekoppelde regelventiel, welke op zijn beurt de cilinder van de verstelbare wielpoten aanstuurt. Dit geeft links en rechts onafhankelijk een exacte correctie van de hoogteverschillen in de rijpaden ten opzichte van het bed. Zo kan onder minder gunstige omstandigheden egaal en verantwoord klapwerk geleverd worden. De voorzijde van de messenbak is bij de frontloofklapper scharnierend gemaakt. Daarnaast kan het hoekstuk eveneens zonder gereedschap worden afgenomen. Hierdoor is de messenbak gemakkelijk toegankelijk voor het schoonmaken bij wisseling van perceel, onderhoud als smering en eventuele vervanging van de messen. De Kulmak uienrooier heeft in de uitvoering van 1,50 meter een matbreedte van 1,35 meter. De diepteregeling van de rooier wordt geregeld door 2 wielen, welke aan de voorzijde van de machine tussen de rijen lopen. Het is mogelijk de wielen naar de paden te verplaatsen. Om dan ook een optimale diepteregeling te realiseren, is het een optie de rooimachine met automatische diepteregeling uit te rusten, waarbij de werking gelijk is aan die van de loofklapper. Door een vierkante rooias worden de uien losgewerkt en op de rooimat gebracht. De invoerhaspel voorkomt hierbij het terugrollen. Door de overstort op de zeefmat wordt losse grond verwijderd. Dit kan nog intensiever door de verstelbare schudders meer of minder op de mat te stellen. Bij gebruik van de schudders wordt de opvoerhoek van de matten niet gewijzigd. Via de tweede mat worden de uien in de zwatlegger gebracht die de uien aflegt in een zwat van 65 cm breed. Deze zwatlegger is opgebouwd uit een stabiel frame, is bekleed uitgevoerd en van voldoende lengte om de uien stil te leggen. De aandrukrol onder de machine die het bed vlak maakt is een kunststofrol. Deze is voorzien van een schraper die vast onder de machine is gemonteerd. Hierdoor is het mogelijk de druk op de rol aan te passen met behulp van de steunwielen. De gebruiker kan er ook voor kiezen de machine volledig op de rol te laten lopen, zoals we dat hier zien. Tevens kan bij het stallen van de rooier de machine mede op de steunwielen worden gezet, waardoor de rol wordt ontzien en de machine makkelijk te verrijden is. Als optie is leverbaar een klep boven de zeefmat, waarmee de kopeinden van de uien even worden vastgehouden. Dit is om voldoende breedte te verkrijgen voor de oplader. De bediening van deze klep gebeurt vanaf de trekker. De loofklapper is breed inzetbaar, zowel in afgestorven loof als ook in een gewas wat groen gerooid wordt. In zijn totaliteit samengevat een uienrooicombinatie die door zijn doordachte uitvoering zijn degelijkheid ruimschoots heeft bewezen, maar toch is uitgevoerd in een constructie die weinig vermogen vraagt, bovendien overmatige kilo's overbodig maakt en daarmee voor een jarenlange dienst borg staat.
Al ruim 30 jaar heeft Kulmak ervaring in uienoogsttechniek. Deze machine op een spoorbreedte van 2,25 meter werd namelijk door Kulmak al in 1996 gebouwd. Met recht kan hier dus gesproken worden over een jarenlange ervaring. De loofklapper van deze combinatie is uitgevoerd met vier rotoren en heeft daarmee een klapbreedte van ongeveer 2,40 meter. De draaiende delen en messen zijn net als bij de smalle loofklapper identiek, waardoor vervangingsdelen zeer voordelig zijn. De machine is opgebouwd volgens het principe van zijafvoer met daarbij tevens de open scharnierde voorzijde en afneembaar hoekstuk, hetgeen beide zonder gereedschap is uit te voeren. Vrijwel alle looffrontklappers in deze werkbreedte zijn uitgevoerd met Kulmak automatische diepteregeling, welke bij een goede afstelling perfect loofklappen kan afleveren. De Kulmak uienrooiers met een spoorbreedte van 2,25 meter is aan de voorzijde voorzien van vier dieptewielen die tussen de rijen lopen. Het is mogelijk deze te vervangen door brede wielen die in de paden lopen. Hierbij is een optioneel leverbaar automatische diepteregeling vrijwel onontbeerlijk. Evenals bij de loofklapper wordt er ook gewerkt met twee tasters die tussen de rijen lopen en de cilinders van de wielpoten aansturen. Deze worden links en rechts apart geregeld. Zo wordt een exacte regeling van de rooidiepte gewaarborgd en worden hoogteverschillen in de rijpaden opgevangen. Bij alle Kulmak uienrooiers is het principe toegepast van de rooias aandrijving rechts en de mat- en invoerhaspel aandrijving links van de machine. Dit geeft een optimale verdeling van de aandrijving en kan geen spanningen veroorzaken. De rooias bij de Kulmak uienrooiers met een spoorbreedte van 2,25 meter is een getorste uitvoering, waardoor een zeer regelmatige loop wordt verkregen. Standaard worden vetspuiten gemonteerd, welke vast verbonden met de rooias lagerhuizen het smeren van de rooias aanzienlijk vereenvoudigen en zeer praktisch maakt. Dit komt de levensduur van de lagers absoluut ten goede. Gecombineerd met een technisch doordachte aandrijving ontstaat er een betrouwbare constructie waarbij de uien over de volledige breedte in één keer op de rooimat worden gebracht. Deze rooimat heeft evenals de zeefmat een breedte van 2,10 meter, zodat ook een maximale zeef- en reinigingscapaciteit op deze werkbreedte blijft behouden. De standaardsteek van de matten is 42 mm. Ook hier zijn zowel de rooi- als de zeefmat voorzien van verstelbare schudders, waarbij de matoploophoek ongewijzigd blijft. De zwatlegger legt de uien af op een zwat van 100 cm. In deze zwatlegger is een bodemklep gebouwd waarmee de gebruiker in staat wordt gesteld de uien op het kopeinde vast te houden en zo voldoende ruimte voor de oplader te creëren. Deze klep is optioneel en wordt niet standaard meegeleverd. Tevens bestaat zo ook de mogelijkheid te kiezen voor een eenvoudige klep boven de zeefmat, of zoals hier te zien, geheel zonder. Ook optioneel leverbaar is een rubberen afscherming naast de bolle schijf die de ruimte voor de aandrijving maakt. Deze rubberen afscherming houdt de weggedrukte grond kort bij. Met de eveneens optionele loofschuif worden loofresten en losgewerkte grond weer in de rijpaden gebracht, zodat zij bij het laden van de uien geen hinder veroorzaken. De loofschuif, opgehangen in een parallelogram, loopt door middel van het loofwiel onafhankelijk van de rooier. Indien gewenst wordt de Kulmak uienrooier uitgerust met wegverlichting aan de achterzijde. In zijn totaliteit een rooicombinatie die jarenlange ervaring en kwaliteit van smallere uitvoering combineert met een door velen zo gewenste capaciteit. De Kulmak uienrooier 3 meter is gebouwd op vraag naar meer capaciteit. Grote probleem hierbij is dat er geen tractoren zijn die het vermogen en de hefkracht kunnen overbrengen en daarbij op 3 meter spoorbreedte kunnen. Dit al zeker niet op cultuurbanden, hetgeen tevens aanzienlijke structuurschade aan de grond zou meebrengen. Dit brengt de eis mee dat er op brede lage drukbanden kan worden gereden.
Daarom is er gekozen voor een constructie klapunit en rooiunit in één. Dit geheel aangebouwd aan een trekker, voorzien van een terugrijinrichting ofwel een omkeerrichting, maakt het mogelijk op 3 meter breedte te rooien met een zeer goed overzicht over de totale machine. Hierbij ontstaat geen geweld aan de bodemstructuur en de uien worden tussen de trekkerbanden in het zwad gelegd. De uienrooimachine bestaat uit een loofklapper met 5 rotoren. Deze zijn opgebouwd volgens het beproefde en bekende Kullmark-principe. Slijtdelen zijn ook identiek aan die van de smallere uitvoering loofklappers. Ook hier het zo belangrijke principe: loofklappen voor enig wiel de kans krijgt het loof vast te drukken. Nadat het loof is geklapt, lopen de tasters van de diepteregeling tussen de uienrijen, welke de diepteregeling aansturen. De diepteregeling wordt hydraulisch ingesteld. De uien worden gerooid met 2 rooiassen van 1,5 meter, waarbij in het midden voor de rooiassen door een dubbelploegje ruimte wordt gemaakt voor de middenscheiding. Via de rooiassen en met behulp van de invoerhalspol worden de uien op de eerste mat gebracht. Daarna maken de uien een overstort op de tweede mat. Dit wordt nogmaals herhaald op de derde mat. Door de toepassing van de rooiassen wordt de totale lengte van de machine aanzienlijk korter. Dit geldt evenzeer voor de toepassing van 3 kortere matten, waarbij extra overstort de zeefcapaciteit voor de grond weer compenseert. Vanaf de derde zeefmat komen de uien op 2 dwarsbanden terecht, welke de uien naar het zwad brengen. Het zwad bevindt zich tussen de brede trekkerwielen. De loofklapper wordt mechanisch aangedreven via de aftakas van de trekker. De rooiunit en de compartimenten zijn hydraulisch aangedreven en zijn daarmee ten opzichte van de loofklapper ook onderling onafhankelijk in snelheid af te regelen. Voor het hydraulisch functioneren van de machine is standaard een oliekoeler opgebouwd. De bediening van de uienrooimachine vindt plaats middels een elektrische bedieningskast vanuit de trekkercabine. Hiermee wordt beproefde uienoogsttechniek en moderne elektrohydraulische techniek aangewend en samengebracht om tot een machine te komen die uitblinkt door kwaliteit gecombineerd met capaciteit en gebruiksvriendelijkheid. Kortom, een Kullmark product ten voeten uit. Kijk voor meer informatie en ook andere machines op www.kullmark.nl.